Vrienden, waar moet ik beginnen? Ja, er is zoveel gebeurd weer bij de boer zoekt vrouw. Ja, wat ik al zei, die Jan de Snuiver, die met zijn breiklubje. Ja, met die Nienke. Maar goed, ik zei al van, dat wordt niet zo'n spannende affaire. Nou, dat was totaal niet spannend, want die moest dus bij die ouders van de breiklub op bezoek. Pff, hallo. En, maar, ik heb ook... Er was wel wat getortel, maar niet het getortel wat ik verwachtte tussen Breiklub en de Snuiver. Nee, nee. Het was wel een beetje zo, weet je wel. Maar niet dat ik dacht van, zo, die zitten vol te duiven met elkaar. Nee. Dus ik zet nog eens eventjes voorzichtig een vraagteken bij de Snuiver en de Breiklub. Ja, en dan hebben we natuurlijk die Bastiaan, die Witlofje. Ja, want Witlofje, die moest dus kiezen uit Mopsneus. En ik zei al, die gaat hij niet nemen, die Mopsneus. Die gaat voor die Milou. Vrouw Antje genoemd natuurlijk. En vrouw Antje en Witlofje, ja, die ineens waren die een beetje... Maar, de afstand tussen Zeeland en vrouw Antje daar in Frankfurt, dat gaat niet goed. Dat gaat uiteindelijk, gaat dat toch verkeerd aflopen. Ja, en dan hebben we natuurlijk onze Geert, onverstaanbaar. Ja, die ging op bezoek bij Tikketje Dap, bij die Angela. Maar heb je goed opgelet hoe dat ging? En hoe hij daar aanbelde? Ik bedoel, het was gewoon alsof hij even op bezoek ging bij een oude buurvrouw of zo. Ik bedoel, zo, dat zag er helemaal niet uit. En wat zag onverstaanbaar? Die zag dat Tikketje Dap ook nog eens twee dochters heeft, die ook van de club zijn van Tikketje Dap. Plus dat daar een beetje de indruk werd gewekt. Alsof het een soort van gezellig was. Nou, door mijn tv heen voelde ik dat helemaal niet zo was. Dat was niet zo. Nee, onverstaanbaar. Die vindt gewoon, en daar zit de clue. Die vindt Tikketje Dap niet leuk genoeg. Dat is hem. En dat zeg ik steeds en dat blijf ik herhalen. Onverstaanbaar valt niet op Tikketje Dap. En we hebben dat ook gezien toen die weg. Goed opgelet. 1, 2, 3 zoenetjes op de wang. En ook niks gezien van aanraken, affectie of een beetje genegenheid. Niks van dat alles hebben we gezien. Dus dat gaat, jongens, dat gaat echt niks worden tussen onverstaanbaar en Tikketje Dap. En dan hebben we natuurlijk nog Geert-Jan. Ja, dubbelzinnig. Die ging op bezoek bij zijn Karin, die artistiek. Maar ja, ik heb al steeds gezegd, artistiek is niet geschikt voor dubbelzinnig. En ook niet geschikt voor die boerderij. Maar heb je gezien hoe dat dan ging tussen die twee? Dat leek wel of hij aanbelde als een soort vervelende vertegenwoordiger. Ik bedoel, dat zag er al niet uit, die hele entree. En daarna kreeg je uit een soort beleefdheid. Maar goed, ze raakten elkaar ook helemaal niet aan en er was helemaal niks. En uit een soort beleefdheid kreeg ik een kopje koffie, een kopje thee. En dan gingen ze zitten op die bank. En heb je goed opgelet hoe ver zij weg ging zitten. Artistiek, die ging weg per dubbelzinnig. Er zat zo'n verschrikkelijke ruimte tussen. Er konden nog wel 7 herdershonden tussen. En het werd me daar ook een potje ongemakkelijk, zeg. Als die dubbelzinnig en artistiek inschrijven bij het wereldkampioenschap ongemakkelijk, pakken ze zomaar goud. Jongen, wat was dat voor een vertoning. En ook daar weer, toen hij wegging, zoentje hier, zoentje daar. Ik zeg jou, die artistiek die is al helemaal klaar met dubbelzinnig. En dan hebben we die Annemiek nog, die frigide. Ja, die hebben ze nog even snel met die boerzoekvrouw. Hebben ze die even uit de koelkast gehaald. En die hebben ze eventjes, ontdooi maar even. En die, maar goed, en die hebben ze nog wat fotootjes toegegooid. En dan hopen ze daar maar van, dat zou toch wat zijn, zeg. Dat frigide nog ergens in de armen valt van een of andere knakker. En dat die helemaal frigide door de gangpaden gaat. Nou, dat zou nog eens een keer een enorme verrassing zijn in Boer zoekt vrouw.